Frank Bosman, theoloog aan de Tilburg School of Theology. Flirten met God. Koert van der Velde. Ja, nou, ik heb het boek met veel plezier gelezen. En ik vond het heel interessant om te lezen. Vooral omdat er een hele goede sociologische analyse in zit. Namelijk dat de mens ongeneeslijk religieus is. En de secularisatiethese is verleden tijd. De mens blijft even religieus als altijd. Alleen hij zoekt het buiten de muren van de gevestigde kerken. Dat heeft hij uitstekend gezien. En daarin gaat hij ook goed te werk. Maar aan de andere kant vind ik dat hij ook nogal slordig omgaat met allerlei termen als God, religie, kerk en geloof. Ik heb niet altijd door over waar hij nou precies over heeft en wat hij er nou precies mee bedoelt. En als theoloog vind ik het dat er nogal een soort platte theologie is van geloven zonder religie. Agelovig, ja. Noemt hij zich. Ja, van religieuze ervaringen zonder God. Daar heeft hij het eigenlijk over. En ja, het is mij toch allemaal wat te vrijblijvend. Hij zegt, om precies te zeggen, Frank Bosman, ik ben van mijn geloof gevallen. Dat is iets dat je overkomt, het groeiende onvermogen om te kunnen geloven. Maar het verlangen blijft. En nu heb ik geen weerstand meer. Ik ben de schaamte voorbij. Ik hoor Anja Meulen belt al in de verte. Ja, aan de andere kant, dat verlangen, is dat niet ten diepste datgene wat geloof eigenlijk is? Als je naar God verlangt, als je naar het goddelijke verlangt of naar een religieuze ervaring verlangt, is dat feitelijk niet ten diepste wat geloven eigenlijk is? Het verlangen naar datgene wat groter is en waarvan je weet dat je het nooit te pakken zal kunnen krijgen. Nou ja, dat is een interessant gesprekspunt. Zelf zegt hij daarover dat hij die zich aanduidt als een agelovige persoon, betrokken met agelovige religiositeit, hetzelfde is als religiositeit zonder geloof. Ja, maar dat is dan weer dat abacadabra met woorden waar ik dus eigenlijk niet meer goed raad mee. Want dan ga je zo met termen goochelen. Dan denk ik, wat zeg je nou eigenlijk? Wat bedoel je nou eigenlijk? Als hij zegt van, ik vind het moeilijk om in deze tijd te geloven. Hè, met alle inzichten die we hebben, dat snap ik allemaal wel. Maar als hij zegt, ik blijf dat verlangen houden. Maar is dat niet legitiem? Is dat niet eerlijk ook? Ja, het is misschien hartstikke legitiem en eerlijk. Daar ga ik niet over. Maar als mij gevraagd wordt als theoloog om hierop te reageren, dan zeg ik ten eerste, geloof deze manier niet, alleen wilde je het niet zo noemen. En ten tweede vind ik dat zijn definitie van die religieuze ervaring ook wel heel gemakkelijk is en vrijblijvend. Het is een flirt. Hè? Je komt God even tegen, of wie je dat noemen mag. En dan ga je ook weer uit elkaar. Het heeft iets vrijblijvends. Hè? Je hebt een nacht vol passie en vuur met elkaar en je gaat de volgende ochtend weer bij elkaar weg. Terwijl geloof toch eigenlijk meer iets is van een oneindig verlangen naar een minnaar, zoals de middeleeuwse mystiek dat zegt. Het oneindig blijven verlangen naar. Ja. En maar hij toetst het aan heel wat voorbeelden in de kunst en in de journalistiek en vooral bij sporters. Hè. Ja. En het interessante is, zo formuleert hij dat althans zelf, het is wel wat je anno domino 2011 tegenkomt. Hè. Deze vorm van religiositeit. Ja. En hij zegt eigenlijk, en hij wijst ook naar jou dan bij wijze van spreken als theoloog, be aware of it. Ja, maar daarom begon ik ook met een compliment uit te delen. En dat blijft ook staan. Namelijk, ja, maar je hoorde al die maar meteen bij, hè? Ja, maar toch, hij heeft dus de thermometer heel goed onder de arm van de maatschappij. Als hij zegt van, zo gaan wij op dit moment steeds meer met datgene wat we dan maar geloof noemen om. Daar heeft hij gelijk in. Dus het is een goede analyse van hoe op dit moment voor veel mensen geloof of religie of God werkt. Namelijk als de realiteit. Ja. Voor de zulken. Maar tegelijkertijd, als katholiek theoloog, vind ik het te weinig. Vind ik het te mager. En vind ik het vooral niet stekelig en weerbarstig genoeg. Geloven betekent ook dat je iets gelooft terwijl je het eigenlijk niet kan geloven. Of dat het tegen je gaat. Of dat het tegen je gevoel en je rationaliteit ingaat. Ook dat is geloven. En dat mis ik. Mag je eigenlijk niet flirten met God? Jawel, als de flirt tot een langdurige relatie leidt.